dan hier moet de microfoon en dit gat moet de headset in, want anders doet hij het niet. En daar heb ik een losse plug voor. In plaats van de headset doe ik dit plugje in en dan gaat hier de microfoon in. Nu doen we even de Grundig in de aansluiting. Het geluid is nu externe microfoon van de Grundig. Nu gaan we deze eruit halen en dan wordt het geluid slecht. Dit is de zonadapter. Is die slecht? In, zo. Nu zit hij erin en nu is hij goed. Als het goed is, nu hoor je de externe microfoon. Dit is de interne microfoon. Dit is het geluid van de interne microfoon. Test 1, 2, 3, 4. Dit is een testje van de externe microfoon, de DJI Flexi-Mic. Het is nu een flinke storm, dus dit is een goede test van de microfoons. Dit is het geluid van de DJI Flexi-Mic. De externe microfoon, gekoppeld aan een audiosplitter, anders doet hij het niet. Dit is een testje van de Grundig externe microfoon. De Grundig externe microfoon. Tijdens de storm. Test. 1, 2, 3, 4. Hoor je de vogels. Even een fikse windvlaag. Dit is een goede microfoontest van de Grundig. En nu schakel ik over op de interne microfoon. Dit is het geluid van de interne microfoon van de Redmi telefoon. De interne microfoon, dus die heeft stereo rechts, links. Windgeruis van storm Kiara. Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4. Kijk of ik weer terug kan schakelen naar de Grundig. Soms pakt hij de interne microfoon. Dit is een test. De Grundig microfoon. Met een windvlaag. De microfoon wappert in de wind. Dat is een goede test.